Een windhoos en een tornado zijn eigenlijk dezelfde dingen, alleen een windhoos is eigenlijk het Nederlandse begrip en tornado is de term die vanuit Amerika is overgewaaid. Nou, dat komt voor bij het zwaarste type onweersbuien wat we kunnen meemaken, dat noemen we wel een supercel. En in een supercel vindt een roterende beweging plaats en meestal blijft die beweging in de wolk. Maar in sommige gevallen zijn er ook turbulente luchtstromen onder die onweersbui en die trekken als het ware die roterende beweging mee naar beneden. En in sommige gevallen blijft die alleen onder de wolk hangen, maar soms maakt die ook contact met de grond en in dat geval spreken we dan van een windhoos. Ja, in Nederland komen windhozen ook geregeld voor, meestal 1 tot 3 keer per jaar. En daarbij wisselen ze natuurlijk ook van intensiteit. De windhoos die op Ameland voorkwam was best een zwaar exemplaar, die dus ook veel schade aanrichtte, omdat hij precies over een camping heen trok waar op dat moment veel mensen verbleven. Het is ook wel heel erg toevallig dat dat bijna precies 20 jaar achter elkaar gebeurde. 11 augustus 1972 en op 17 augustus 1992. Nou, we hadden toen met een hele onstabiele atmosfeer te maken en dat betekent dat de luchtlaag vlak boven het aardoppervlak warm en vochtig is, terwijl er hoger in de atmosfeer juist een koudere luchtlaag voorkomt. En dan zijn er ook nog eens windverschillen, vaak waait het minder hard bij het aardoppervlak en juist wat harder hoger in de atmosfeer. En dan krijg je dus die rollende beweging die op een gegeven moment gekanteld wordt, in die onweersbui terechtkomt en op het moment dat die dan contact maakt met de grond, dan heb je dus de windhoos. Nou, in het geval van een tornado of een windhoos gaat dat altijd heel snel. Het is heel geconcentreerd en het is daarom ook niet te vergelijken met bijvoorbeeld een storm. Dat is echt een groot lage drukgebied die langere tijd aanhoudt. Dan kan het echt een paar uur lang stormen. Nou, in het geval van een tornado kan het soms binnen een kwartier kan het weer voorbij zijn. En dan trekt het natuurlijk nog wel een spoor van schade achter zich mee. Maar dan hebben we het niet over een tijdsbestek van 2 of 3 uur. Dat is vaak echt in korte tijd is dat weer klaar. Nou, we weten niet precies wat de windsnelheden zijn die bij die windhoos op Ameland voorkwamen. Er is op Ameland namelijk geen officieel meetstation aanwezig. Wel op Terschelling, het naburige eiland. Maar daar kwam die windhoos dus niet voor. Maar waarschijnlijk zullen het wel behoorlijk hoge windsnelheden zijn geweest als je ziet wat het schadebeeld op die camping was. En dan heb je toch vaak wel over meer dan 100 km per uur. Maar dan echt in een heel klein gebiedje natuurlijk. In de tijd dat die tornado zich voltrok op Ameland waren we ook nog minder ontwikkeld op weergebied. Er waren toen nog niet hele geavanceerde weercomputers. Op dit moment kunnen we dit soort situaties beter zien aankomen, maar ook dan ontstaat een tornado op een heel kort tijdsbestek en kun je dat eigenlijk pas zien aankomen op het moment dat je echt zicht hebt op die onweersbui en die slurf onder die bui uitziet komen. Dus we kunnen het van tevoren beter aangeven van is er een kans op windhoos, maar of die zich daadwerkelijk voltrekt, zelfs dat kunnen we tot op heden maar tot heel kort van tevoren weten.